Hallo dames en heren en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft met mij en Pieter. Hoi Piet. Hey, hallo beste kijkers. Ja, zoals jullie zien zit ik niet vanaf mijn eigen bank te spelen. Nee, ik zit bij Lucanisa te spelen. Ja, ik heb een technische mankement thuis met mijn PS, dus ik kan helaas niet vanaf mijn eigen bank spelen. Ja, dus moet ik even hier spelen, maar ja, ik ben blij dat ik tenminste iets kan doen aan het kanaal. Dus ja, nou ik zeg Lisa, laten we maar beginnen. Ja, zet de story mode aan natuurlijk, zoals altijd. En ja, we zijn weer bezig. Wacht, heb ik wel een zwaard? Volgens mij wel. Nee, niet. Oh. Is hier toevallig nog een zwaard? Nee, niet. Volgens mij niet. Geef me anders wat ijzer en een stick. En ik heb wat voedsel nodig. Dus ja, ik heb nog behoorlijk wat materiaal van de livestream. Even kijken. Heb ik nog iron? Ja, dat kan ik gewoon zitten. Ik heb behoorlijk wat kobbel. Bagger weinig kolen meer. Ik heb wel wat kolen bij me. Dus ik regel wel even dat er ijzer komt. Koe kan ik doen. Dan kan ik. Oh ja. Ja, zal ik ongeveer 4 nodig hebben. Ik heb nog even voedsel nodig. Wat hebben we nog nodig voor de iglo? Nou, een hele hoop, maar ik was ook eerst even iets wat dichter bij huis doen. Dat staat me dan wel terug om alles weer terug te halen. Ja, weet je, ik zat eraan te denken om er ook te voor zorgen dat soort met van een fort maken op het ijs. Dat we daar ook een versterkte basis hebben. En dat het niet alleen maar op de iglo aankomt. De iglo wordt een soort van versterkte basis op het ijs. Ja, maar die is niet van cobblestone of zo. Ja, maar dat doet ook helemaal niet. Oh, ja. Wow. Even kijken, ligt hier verder nog wat iron. Want ik ben een beetje gefixeerd op iron. Ik heb ook een beetje ijzerkoorts. Maar ja. Oké, ik heb geen zin meer in jou. Are you gonna kill it? Horse. Are you gonna kill it? Nee, ik dood nooit een paard. Oh, ja, omdat jij ze allemaal een beauty vindt, hè? Mm-hmm. Oké, okay, hier is het een hele hoop. Kolen. Dus we zaten toch volledig van kolen, hè? Ja, altijd cola als kolen. Weet je, 200 weinig kolen. Oké, ik ga niks uit de trap halen. Ik kan het wel doen. Ja, ik doe het gewoon. Ik heb toch gobbel. In mijn eentje, dus ik zou dat kunnen doen. Dan zijn we naar het andere. Ik ga het even zien. Plaats. Nou ja, dat kan ik dus niet plaatsen, maar ja, goed niet. Ik
is een grote avond. Ik ga me zorgen dat ik boven ben. Ik ook. Pardon. Je moet echt nodig naar de wc. Lisa, kun jij het even van me afnemen? Oké. Zat weg. Oké. We hebben hier al onderbroken met een wc-bezoek. Ja, een lege blaas speelt wel wat lekkerder. Ja, dank je Lisa. Heb ik al een reservaat? Nee, moet even kijken. Je hebt een beetje een inventaris gelegd. Nou, ja. Ik ga even mijn meest sarcastische stem opzetten. Bedankt Lisa. Alsjeblieft. Wat zit hier nou? Is ijzer. Als je twee sticks hebt, die heb jij daar juist. Ja. En dan heb je hier ijzer. Waar heb je ijzer? Deze kist, hier. Ja. Ik ga ook even kijken of ik verder wat armen kan maken. Nee, doe niet, Piet. Niet doen. Ik heb hier ook nog wat ijzer. Je mag ze nog niet doen. Dat is echt zo'n alter. Ja, hoezo? Ik heb geen armen behalve mijn helm. Ja, ik heb helemaal geen armen. Behalve schoenen of zo. Dus ja, blazen en dat is veel meer waard dan een helm. Dat is niet waar. Ja, hoeveel is het dan? Weet ik veel, maar het is sowieso minder waard. Ja, ik wil wel twee jaar armere bakjes zien. Ja, blauw is een. Maar je weet, ik speel met Luc, hè? Ja. En ik heb alleen een helm. Ja hoor, 2,5. Ja, dit is een broek, Piet. Hallo? Maar vraag eerst een Luc, anders hebben we weer een heel zeikend kind naast ons. En je weet hoe dat is. Ik heb alleen maar schoenen. Volgens mij ben jij ermee, degene die het meest zeikt. Dus ik wil niet onaardig doen. Dat doe je nu wel. Oh, sorry. We zouden hier toch chesten schoenen? Waar hou ik er weer schoenen uit te nemen? Gewoon richt erop en als we dan L2 staat weghalen. Kijk. Gewoon blijven. L2 blijft doen totdat je het hebt. Ik moet even voor wat voedsel zorgen. Ziet er hier nog iets vreedbaars in? Nee, jammer. Ik heb weer te veel sarcasme in mijn stem, merk ik. Heerlijk. Maar Lisa, begrijp wel. Ik en Luc gaan moe punten, dus wij zullen niet gaan.
Ik kan niet gaan molpunten met mijn helm. In plaats van dat tegen creepers moet en consulten. Piet, een schoenen zijn ook één. Ja, maar jij gaat niet molpunten, dus Maar Piet, vraag maar eerst aan Luc, want je weet hoe het Luc er is. Je kent hem. Ja, ik ga wel kijken. Het is al bijna midnight geweest. Ik ga me vast naar boven, dus. Kun je even op de klok kijken voor ons? En me inlichten als het dag is. Dus net als het is. Ja, dat is ook zo. Ik zie het wel zien. Ik heb echt even een beetje last van alles. Ik kan niet zo goed kijken. Hé, hey, dat is dat gat uit de laatste video. Hoe ik ben als een stuk eruit. Oké, ik kan een spin zien. Nog geen creeper. Kan een spin van deze afstand om te creëren? Vraag me af. Aha, een creeper. Aan die kant, ja. Hebben we in feite eigenlijk buskruid nodig? Heel erg. Ach, heb ik buskruid nodig of niet? Mooi. Is er nog wat? Oké, ik zie daar zo'n skelet. Hopen dat hij niet op de trigger is. Oh, en dan ben ik vast. Goed, ik ga de trigger niet komen. Ik zie al nog een spin buiten. Zombie bij de dieren. Dit is voor een wat in mijn zombie beneden. Hier wat. Ja, daar is die zombie. Als nu een creeper komt, dan ben ik gaan afvallen. Of die echt aan het water krijgen. Dus hopelijk staat verzekering dat toe. Ja, ik denk van wel, maar ja. You'll never know. Geen creeper. Ja, volgens mij zijn we hier onder. De hek. Damn it. Ik voel het erg. Ik hoor zo. Ja, kijk hoe het voor me. Oh, is die binnen? Oké, dat zet ik wel even. Maar als ik severe damage op ga lopen, dan is het minus. Nee, niet spreken. Is je beneden? Ja, dan moet jij even gaan checken. Of hij kan buiten zijn. Nee, kijk, hij is niet binnen. Is hij niet binnen? Nee, we hebben al een keer zombie binnen gehad. En de Enderman dan? Nee, die is nog niet binnen. Ja, die is aan de Enderman. Ik heb hem niet helemaal gezien. Vreselijk. Ligt hem in? Ben je toen dood gegaan? Nee, dat niet. Maar ik schrok me helemaal actief. Toen je hem zag, die Enderman? Ja. Ja, in feite is Enderman van Slenderman. Wat is een Slenderman? Ik ken Slenderman niet. Nope. Maar, baas me niks. Oké, het is net. We zitten nu een beetje op de grens van dag en nacht. En ik wacht een beetje tot het de dag de overhand heeft. Dan ga ik als monster winter worden. I'm gonna miss you and your future. I'm gonna miss you and your future face. Much for the world, that's cool. I'm gonna wait for you to get where it's for. Amazing. I'm gonna miss you and your stupid little face. Ja, ik moet hem weer even kijken. Even kijken. Ik zit er nu in de zon, want in feite spant er niks meer.
Hebben we nog eigenlijk glas nodig? Nee, heb ik al. Ik hoor een zombie hier. Ik hoor hem. Nee, ik hoor hem niet, maar ik weet dat jij hem hoort. Ja, audio staat ze gelijk. Nee, varkensvlees, varkensvlees, varkensvlees. Oh, daar is... Oh, daar. Achtervolgend heel hoor. Boom ditch. Dat kan je niet opspelen. Dat ligt door het vlees, dus... Let op dat je niet op praat. Waarom niet? Ja, je kan er niks mee. Ja, dat is het maar het enige. Hoppa! Mooi hoor. Varkensvlees is binnen. Yummy. Ik heb hier een koe, kan die gedood worden? Of, Kijk hoeveel koeien hebben in het hok. Doe maar... Wie? Dood maar. Wie is te veel? Nee, wie niet, maar hij is gewoon niet dood. Erg onaardig zijn, maar Papa. Het is zo. It's true. That's life, I suppose. Oh, ja, dat is iets uit Harry Potter. Dat komt van professor Horace Slughorn. Voor degenen die Harry Potter 6 en de Half-Blood Prince hebben gekeken, in het Engels. Pieter, ga maar niet op praten, alsjeblieft. Ja, ik weet het. Ik adverteer voor films, ja. Zielig, slecht, zou je noemen, maar... dat is gewoon wat ik doe. Wat goed. Wil je kip? Ik heb kip. Oeh, dat vindt hij vast niet aardig. Mwah. Moet die kip er maar mee leven? Ik weet niet of ik hem wel bij me heb. Hebben we lelies nodig? Ja, altijd handig, maar dat hoef ik alleen of niet. Kan je lelies met zonneschaar weghalen? Of is daar schaar voor nodig? Zij is zonneschaar. Try. Oké, gaan we nu achterkomen. Ja. Ja! Alles handig alleen. Eén voor decoratie en twee om gewoon niet zoveel te spenden om een oppervlak over water te praten. Ja. Want je kan het niet op lava doen, dan ben je het gelijk kwijt. Dat scheelt volgens mij echt een hele hoop. Ja, het scheelt er nou tijd en het materiaal die je anders kwijt bent als je gewoon een paar lelies achter. Wat nu weer? Nee. Oh. Druk even een koel. Ik wil even een kwijtraken, want ik heb stek ervan. Dus. Als het anders is, kan ik wel even een perimeter maken. Mochten we de nacht eerder invallen dan ik dacht, dan kan ik wel even een klein basis bouwen. Of ik kan gewoon een versterkte positie maken. Die we gewoon als uitvalsbasis kunnen gebruiken. Dat hoeft eigenlijk niet, maar... Het zou wel handig zijn. Jammer dat ik geen bed bij me heb. Anders zou het wel helemaal geniaal zijn. Zo, dit is alles voor het mijnen. Oké. Want anders heb ik echt zat dat alles vol zit met stuf. En daar heb ik een hekel aan. Is kool ook voor het mijnen? Ja. Of wat je in een mijn vindt en dat soort stuff. Oh, wat je erin vindt. En wat ja, je voor nodig hebt. Je kan ook in vinden, dus ja, dat is er ook weet in. Wat je zegt, oké? Okay? En wat je ervoor nodig hebt, bijvoorbeeld, dat soort dingen. Ik ga even kijken. Heb je zand nodig voor glas? Nee, heb ik niet nodig. Heb je al gevraagd, volgens mij? Nee, nog niet. Maar hebben we überhaupt glas nodig? Nee. Dat heb je wel gevraagd. Ja, dat is logisch. Is het serieus steen? Ik dacht al. Ik zou helemaal boos worden anders. Komt de nacht al? Kun je even op de klok voor me kijken? Nee, het is echt mid-mid. Oké, mid-mid. Ja, ik kan het niet zo zien omdat ik in de zwarm zit. Je kan gewoon naar de zon kijken, hè? Ja, die kan ik dus niet zien. Oh, ja, dat is irritant. Oké, ik pak nog even een paar lelies. Spannende lelies van automatisch, of moeten ze gewoon groeien? Zouden ze groeien of zo? Of weet ik niet. Nou, als je ze weghaalt, komen er geen lelies terug of zo. Maar dan zou ik niet zo ver van huis gaan.
Hé, hey, wacht, is mijn glas zo klaar? Ja, ik laat er even een paar liggen. Yay. I like it. Nu kan ik doorgaan met mijn kast. I don't like cricket, hè. Oh no. I love it. Yeah. Ja, dat is echt zo'n oud liedje wat heel veel kijkers niet kennen. Maar dat weet je niet. Nou, je weet het niet, maar... Waarschijnlijk. Sommige mensen uit mijn klas kijken ook, dus die kennen het vast zeker niet. En nu we toch op dat onderwerp beland zijn, ik wil graag de trouwste fan van het kanaal uit mijn klas, Tarik, LKBT, bedanken voor zijn steun. En dat hij niet chagrijnig ging doen omdat ik niks kon uploaden. Want... What the fuck? Oh, ik word gek van die wolf. Okay, hij vermoordt echt elk dier. Joh. Waar zit er een wolf? Ik reken daar wel mee af. Hier is hij. Waar precies? Vuile flikker. Is hij dood? Nee. Ik reken wel mee af. Ja, ik weet niet goed. Welkom bij de slager! Nee, maar hij heeft weer een schaap vermoord. Hij vermoordt echt elk schaap dat we vinden hier. Hier heb je nog een wolf. Vermoord ook alvast voor zekerheid. You never know. Wacht, heb ik nog botten? Geen risico's meer! Stop. Heb ik nog botten? Heb je met dood? Ik kan niet. Don't do that, Peter. No! Oh, nou heb je goodbye. En volgens mij had ik nog ergens botten liggen of zo. Nee, niet. Sammy. Ze huilt omdat ik een van haar kameraden heb vermoord. Nee, dat is de hond van de buren. Oh, is dat niet Sam? Mwah. Jammer. Tja. Fra tja. Pieter, je praat er van ons in. Ja. I know. Hey, weet je nog waar ik mee bezig was van stilwaar? Hey, zombie in mijn plek. Oké, ik ga het even monsters van... Wat de heck is hier gebeurd? Het lijkt alsof het niet is opgeslagen of dat iemand het heeft hersteld of zo. Hè? Huh? Afsluiten? Oké. Doorgaan? Ja. Ik neem even de jongens. Ik hoor je niet op de video, niet? Nee, maar. Even minder ziek. Heb ik nou koorts mee? Nee, die heeft Lisa die weer uitgeflikkerd. Lisa, ik. Laat je echt, Lisa. Waarom moest je nou weer toortjes eruit halen? Dat vind ik nou weer niet leuk. Waar zijn de poortjes nou? Waar heeft een wicht nou die toortjes neergelegd? Die wicht. Die wiet. Wicht. Je hebt wel pijlen? Van wel pijlen? Nee, ik heb geen pijlen. Ik wel. Ja, ik heb ook een paar ladies. 39 om precies te zijn, dus die zijn wel handig ladies om even een stuk water overheen te komen zonder belangrijke materialen te verspillen. Gelijk of niet? Ja, zeker. Oh, daar is ze weer. Top. Die is weer. Ik had toortjes, maar die kan ik nu niet meer vinden. Die heb je in de kist gedaan hier ergens, zeker Lisa? Mijn kist. Waar is jouw kist, Lisa? De mijn. De mijn kist, is die helemaal beneden? Ja, gewoon normaal. Nee, niet onderin. Gewoon in het huis. Waar is die mijn kist nou precies? In het huis. Ja, waar in het huis? Gewoon bij de andere kist, hè? Deze is het. Ja, die kist. Aha, dat dacht ik al. Volgens mij heb ik daar geen toortjes in gezien. Ja, ik heb daar geen toortjes. Ah ja, shit. Wat die 90. Oh, ik heb sorry, maar vast. Ja, sorry. Die ga ik even nodig hebben. Ik ben bang dat iemand mijn progressie in mijn
apart stukje. Wat ik tijdens de livestream heb gedaan. Of dat is niet opgeslagen of iemand heeft dat weer ongedaan gemaakt. Dat vind ik wel jammer. Het zou sowieso iets van luxe zijn. Elisa, het wordt weer nacht. Zullen we gaan slapen zodat we de boek kunnen afslaan? Met gelijk kunnen hunten. Hey, watcha? Ja, ik heb lapis troep. Want weet je, eigenlijk waren we eerst van plan om Ark ook te doen voor ons kanaal. En eigenlijk verwijst die lapis onbedoeld naar Ark. Wat de heck. Dat is niet een geluid om blij mee te zijn. Als we nu Herobrine hier kijken, dan zit game over. Die kan niet echt... er is een Enderman. Meen je dit nou? Oh, witch. En nog eens. Skeleton, sowieso. Maar er zit nog wat meer in. Nee, dat is zo. Zeker? Ja. Daar komt de skeleton. Ja, dat lukt wel. Dat. Ja, dat dacht hij ook nog een beetje. Witch is echt irritant. Die regent zichzelf ook. Waar is het nou? Dat is niks. Oké, witch double teamen. Ja, is goed. Kom dan. Oké, kom dan. Kom maar. Oké, wie pakt de loot? Als... Oh, je wordt dat die witch. Oké. Kom. Ik durf dat ding niet in mijn eentje aan te pakken. Jezus. Dat was echt freaky. Wait, what is he? Daar zo. Ja, ik weet waar ze is. Ze heeft een potion genomen. Ja, heks, zoals altijd zei. Het praat echt waar. Je, sorry. Oh. Daar. Pak je boog en maak dat ding af. Heb je pijn? Oké. Komt ze? Gaat ze zeer. Ze komt. Komt ze ook? Okay. Okay. Ah, kut, ik ben vergiftigd. Waar is de melk? Waar is de melk? Ja, melk. Ja, ik heb melk nodig. Wacht, hoe lang duurt het? Ja, ik weet niet. Ja, ik ga sowieso dood. Nou, ben je dus wat doen? Ja, ik ga dood. Ik ga zeker een nieuwe melk halen. Oh, serieus? Dek. Wat zit die daarin? Dat is echt erg zuur. Oh, dit is gewoon... Ja, je bent gewend dat je diep niet hebt. Oké, ik heb nog even wat voedsel. Maar ik moet ook het voedsel bijmaken. Ah, dank je. We hebben wel een heks. We hebben wel een heks te pakken. En het levert er maar 2 suiker op. Maar Piet, hebben we ook een eetkist waar jij niet in je eentje mag komen? Oké, dat heb ik gedaan, maar ik maak zelf ook vlees. Ik ben Kijk even dat we een melkje hebben, want... Oké, ik ga er nu in. Ik ga... Zit een creeper in!
Nee, dat red ik niet in mijn eentje, omdat ik er niet makkelijk uit kan. Oké. Trigger hem even op me. Ja, hij is om me getriggerd. Oké, Lisa, ik lok hem naar het water. Dan moet jij komen, want ik ga dit niet alleen doen. Keeper van IJsdubbelteam, hij moet op me blijven gelokt. Ja, maar soms als je te ver weg gaat, dan blijft hij niet op je gelokt. Oké, mag niet ignoren. Lisa, zie hem? Oké. Ja. Oké, kom. Kom nou. Ja. Goed, in de rug en in de zij. Hij is op jou getriggerd. Dit moet je nou juist voorkomen. Kijk, hij heeft nu geen schade aan kunnen richten, maar het liefst wil je dit voorkomen. Dat hij knalt. Oké, ik ga even. Ja, dat hij knalt. Ontploffen en knallen. Ik ga hem even spawn protecten, want ik ben het even helemaal zat. Dat hier allemaal dingen komen. Ook dit is echt een naadplekje waar ze kunnen spannen. Vooral spinnen. Ik ga er wel potjes op raken. Ja, dan kan ik tenminste hiermee verder. Ik zit een beetje onnodig neer. Ik moet eigenlijk drank der nachtzicht hebben. Om het goed te kunnen doen. Hier eentje neer. Hierheen. 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 Hier onder eentje. Ja, ik ga niks aan toeval overlaten. Kijk dat van net. Oké, dat liep nog goed af, maar witches kunnen je echt je kop kosten in Minecraft. Eén wijze raad. Het is mij nog nooit gebeurd dat het ik dood ging door een witch, maar echte pro gamers in Minecraft zijn. Gaan ook op het niveau waar ze nu zijn, wel eens dood door een witch. Pas op, ze zijn echt heel gemeen en naar. Witches. Pocket in zijn eigenlijk. Ja, dan ben ik nu wel rond. Wat was het ook alweer? Deze geul uitgraven. Deze zijn uitgraven. Dan die een korter maken en dan ga je zo verder met de trappenmieren en piramide totdat je niet meer kan. Zodat je er genoeg van hebt. Een paar laag is goed genoeg. Ik houd nu maar bij 3. Dan ga ik een trappenpiramide daarin maken. Vraag ik het rechter. En dan heb je wel een mooi plekje voor een plus 5 voor een uitvalsbasis. Oké, ik heb nog een pickaxe hierin zitten, maar ik ga weer een pickaxe maken. Want ik gebruik iron liever voor resources. Ja, ik denk misschien van ja, je hebt toch zat iron, maar je hebt ook van die momenten waar je echt denkt, shit, had ik nu maar iron, had ik nu maar iron. En die momenten heb je vaker dan je denkt. Nou, wat zou het zijn? Oké, daar heb ik volgens mij tarwe voor nodig. Dank je. Moet ik ook gelijk breeden? Ik kan ook gelijk breeden. Ik kan eigenlijk beter breeden dan erin. Oké. Ik moet eigenlijk heel veel in Minecraft dag. Hij gaat heel snel voorbij. Is het door een update of zal het nog sneller voorbij gaan? Deze even omhoog. Nee, waar is dat schaap? Open kist nog. Hé, we hebben paarden. Schimmels. Ezel.
Ook altijd handig. Weet je wat, ik vind het wel apart dat we bijna nooit aan deze kant gekomen van de map. Ik kwam bijna nooit aan die kant waar ik net stond. Hé, hey, ik heb een veer. Vieren zijn essentieel voor het maken van een bol. Je hoort die ezel. Ik heb hem! Ja, volg baasje. Ja, schaapje. Ja, volg bij mij maar. Kom. Ja, sta je erop. Ja, volg me maar. Ik ga ook niet breeden. Maak je toch nieuwe? Ja, maar tot nu toe heb ik een kast. Dus ik kan er geen nieuwe maken. Aha, ja. Net de kast, met de kast, met de kast. Ik heb even een paar stonden pickaxe gemaakt. Welke dat. Ja, we hebben eigenlijk dat gedeelte niet zo erg bekend. Dat gedeelte daar zo. Het is jammer dat je geen precursor hebt. Dit hier, vannacht hebben we niet verkend. Jullie weten nog wel de aflevering waar ik in die lava pool viel. Ja, die. Best wel vernederend voor mij. we zijn daar al met die village. Daar zo. Ja. Dat gedeelte hebben we al verkend, maar een paar aandelingen staan niet op de map. Maar ik weet niet of dat onderdeel van de video was. Of dat gewoon na de video was. Na het verkennen. Maar ik denk van wel dat het onderdeel van de video was. Ik was echt niet blij dat, want ik had geen map meer. Oh, Piet. De! Ga slapen, jongen. Ja. Oké, de hek. Je bent gebukt. Nee. Ik denk dat je gebukt bent. Als je gaat niet slapen, dan kan ik niet. Ja, mooi. Oh, kut, ik droom zwaard. Kijk even voor mobs. Hier. Ah, mooi! Nice. Ik zie niks. Ja, ik ben nog niet met mijn scout hondje. Ja. Niks belangrijk, niks gevaarlijks. Waar hij zit, niks. What the heck? Oké, dit is al een keer percent uitgegaan. Voor de rest zie ik niks, dus area clear. Oh ja, ik heb die term nog, maar fuck it. Oké, er is me wat gespannen. Ik zie een zombie en is me wat gespannen. Heb jij allemaal ijzer bij je, Piet? Ja, ik heb alle ijzer wel een beetje bij me. Piet, oké, ik doe maar een lol. En als je echt bent geweest, leger in de kist, als je doodgaat... Dan zijn we alles kwijt, zowat. Ja, dus doe dat nou gewoon niet. Boek, pikken heb je niet nodig, schep heb je niet nodig, steen heb je niet nodig. Nu? Ja, ik ga verder hier aan, dus ik heb het wel ja, nodig. Maar het leger was de dingen die je niet nodig hebt. Want als je doodgaat, dan ben je echt klus. En dan ben ik echt niet klus. Hoppa. Zo, dat bedorven vlees ben ik kwijt. Ik ga ijzer stuk nu eventjes, want ik heb namelijk ijzer nodig. Oké. Ja, jammer dat je hier geen fashion plates hebt. Dump even alles hierin. Ja, ik lig wel. Niet nodig. Niet nodig. Niet nodig. Heb ik nu wat eten erin gedaan? Nee, ik heb even eten nodig, Lisa. Oké, maar.
nog twee stukken schapen halen. Met een kapsteek dat ik hier heb. Oké? Nog wat pakken. Ik heb ook kip erin gedaan, hè? Ik heb er ook kip in gedaan, dus. Ja, ik. Als je het niet moet je maar nu. Wat? Ik bukte gewoon door het ding heen. Kijk, ik stond dus hier. The fuck? Dan moet je even zien, dan is er een inzet ervoor maken. Lijkt me zo. Je hebt wel eens dat er wat spant in dat stukje. Maar ik kan nu gewoon niks meer spannen, of weinig. Heb ik nog iets wat... Ja, nee, niet echt. Ja, er is nog wat gespaard gebleven van mijn werk. Of een gedeelte, dit. Maar het is wel pokken. Maar dit was een soort van... Dit was de kobbelfarm. En dan ben ik even een kobbelfarm strategie op gaan gebruiken. Als ik kolen vind, dan mijn ik dat wel. Sommige resten op de zin doen. Oké, dit was dat soort drank. Ik heb die toch gehad. Waar heeft hij gestaan? Hier zo. Verder heb ik toch iets van nodig. Oké, graniet, ja. Heb jij graniet nodig als decoratie, Lisa? Nee. Oké, hier heb ik dus... Mooi, dus niet nodig, zeg je? Nee. Hebben we verder nog cobblestone nodig? Nee. Oké, mooi. Jezus, dan doe ik het weer. Weet je, dat doe ik zo voor. Gravel, dat gaat echt. Echt eens, het gaat ook maar om één blokje. Maar je verliest er echt pickaxes aan, gravel. Zo. Nou, niet echt aardspellend, maar wel ergens. Weet je wat me leuk lijkt? Dat we gewoon een video doen met alleen maar Minecraft ergens van spelers zelf. Oh nee, dat kan niet. Hebben we eerst meer abonnees voor nodig. En dan kom ik weer op wat ik tijdens die Fortnite heb gezegd. De special, ja. We hebben echt veel meer abonnees nodig dan dit. Iedereen die abonnees, vertel het door. Vertel het door over dit kanaal. Want kijk, het is of... We zijn heel blij dat we dit aantal hebben. We hebben niet verwacht of we zo zouden komen. Maar vertel het alsjeblieft door van dit kanaal. Als je het leuk nou. Ja, ja, ja. Dat is wel heel belangrijk. Dat is wel heel belangrijk, ja. Als je het leuk vindt en je denkt dat je vrienden echt geïnteresseerd zijn, vertel het vooral door. Ja, kijk, we kunnen wel allemaal leuke dingen doen, maar we zitten verlegen om abonnees. Van mensen die gewoon zitten te wachten op onze volgende video enzovoort. Ja, we hebben bijna geen comments op onze video's, dus dat is nou juist het probleem. En ik weet het, ik heb in de klas iemand zitten die echt helemaal weg is van Farming Simulator. Omdat het ook eigenlijk een beetje is hoe zijn leven er vooral uitziet. Want ja, dat kan je wel raden. Die woont op een boerderij, dus die is helemaal blij dat we farming doen. Ja. Volgens mij krijgen we even instructies van de baas. Maar, ja, ik denk dat het einde van deze aflevering. Zo snel, hè? Nou, het is al een tijd, hè?
Ja, het is behoorlijk snel gegaan. Ja. En te bedenken, de eerste witch van de hele server is geveld. Ja, heerlijk double teamwork, die zou wat geleverd hebben. Echt heerlijk. Nou, dan zeg ik voor nu, mensen, de mazzel. En ik zie jullie bij de volgende video van LPS Games. Bye.